T-34. David, this is a classic, right? A classic tank. So the T-34, it's on the under the shade of the tree in the middle of the arena at the moment. This is the late war version of the Russian T-34 tank. It's got the bigger gun on it. It's got an 85mm gun. That gun, you measure it the size of the hole at the end of the barrel, 85mm across. But it's a very simple tank, mass produced, and this one was actually made after the war. They kept making them in Czechoslovakia and Poland into the 1950s. Yeah, you hoort het, David, deze tank, dat is natuurlijk een oude bekende. De T-34 tank, de tank waar zo ongeveer het Rode Leger van de Russen de oorlog mee gewonnen heeft. Het is een T-34 weliswaar na de Tweede Wereldoorlog gebouwd met een grote model koepel. Nou, aanvankelijk had het model een kleinere koepel. En is in veel andere landen ook gemaakt, waaronder Tsjechoslowakije. Deze T-34 is een eigendom van het museum Vrijheid de Vleugels in Pest, in Noord-Brabant. En misschien loopt iedereen daar eens een keer naartoe te gaan. Ze helpt ons met de show met een tweetal tanks. Sold off to Finland, to other countries.